Het bestsellerboek gaat natuurlijk over alles om van je boek een succes te maken en er een bestseller van te maken. Dus ook zeker over het boek zelf. Zeker. Nou, dan zijn natuurlijk een aantal dingen belangrijk. De titel, omslag of cover, of hoe je het ook wil noemen. Het gaat erom dat mensen het begrijpen en dat we niet de technische termen nu gaan doen. Hè? Ik ga mijn best doen. Omvang van het boek, inhoud van het boek en niet vergeten de flaptekst. Ja. Als jij nou zou mogen kiezen, wat is dan het allerbelangrijkste? Het allerbelangrijkste is natuurlijk de titel, want dat is wat de mensen tegenkomen wanneer er over je gepraat wordt. Zelfs als je niet adverteert of als iemand niet op zoek is naar een boek in een webshop. Als mensen over jouw boek praten, dat is wat er moet blijven hangen bij mensen die dat toevallig lezen. Ja. Ja. Nou, en dan vraag ik me wel af, hè, want zoals je het nu zegt, zou je bijna kunnen denken, oh, het moet vooral een leuke, aansprekende titel zijn. Ja. En daar voel ik wel heel veel voor. Ja, dat dachten wij ook. Maar toen spraken we Robin Stevens voor ons boek. Ja. En die had eerst De Kracht van NLP geschreven. Ja. Waarvan hij zegt, ja, nou goed, we hadden een bepaald idee bij. Lees je allemaal terug in het boek. Ja, en dat super hij zegt, voor Google natuurlijk. Want precies. Je googelt NLP en je komt bij zijn boek. Hij zegt, ik vind het helemaal niet mijn beste boek. Want hij heeft inmiddels ook Verbinding zonder wifi geschreven. Hij zegt, maar het verkoopt eigenlijk nog steeds meer dan Verbinding zonder wifi. Vooral door dat woord of die afkorting NLP daarin, waar mensen inderdaad op googelen. Ja, heel concreet. Ja. Dus als ik hem een beetje goed proefde, had hij een beetje spijt van zijn titel Verbinding zonder wifi. Hij zegt, ja, dat is een aansprekende titel. Maar mensen weten niet meteen wat ze daar van kunnen verwachten. Nee, hij zei, niemand googelt op wifi. En doe je dat wel, dan vind je wifi-apparaten. Ja, 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 bij verbinding zonder wifi dan je kom je op routers uit. Ja, dan kom je op routers uit. Ja. Nee, ja, dus dat is het lastige van een titel, denk ik. Dat je altijd een beetje die verhouding moet zoeken tussen leuk en mooi en aansprekend en uniek. Het liefste allebei natuurlijk, maar goed. En dat het vindbaar is. Dus die staat dan inderdaad op 1. En wat mij betreft staat dan het ontwerp wel op 2. Zeker. Omdat de meeste mensen natuurlijk ofwel boek uit de kast halen en het dan moeten aanspreken. Of online, dat weet je, zo'n thumbnail moet er uitspringen. Ja, die werkt eigenlijk bijna als een banner natuurlijk. Ja, die moet reclame aan zich zijn voor je boek. Ja, dus dat is denk ik misschien daarna dan de flaptekst. Zodat mensen beter begrijpen wat de inhoud van het boek is. De flaptekst is gewoon wat je achter op een boek ziet staan. En wat je ook dus gebruikt als omschrijving voor de online boekhandels. Nou, dat is helemaal waar. Ja, bij CB en zo is dat wat je invoert, zodat dat overgenomen wordt automatisch. Dat niet, maar dat doen de meesten. Dat doen de meesten. Waarom niet? En goed voor dus inderdaad weer voor je vindbaarheid, ja. SEO. Ja, dus dat maakt denk ik dat mensen het boek kopen. Dat zijn in eerste instantie de titel en die thumbnail. En dan vervolgens die flaptekst. En als ze dat aanspreekt, dan gaan ze het kopen. Maar dan moet ze het inderdaad nog lezen. En als het dan een boek wordt van 600 pagina's... Dan hebben heel veel mensen daar niet zoveel zin in, denk ik. Nee. Nou ja, jij wel, hè, zeg je altijd. Ja, ik hou ervan. Maar ja, blijkbaar jij ook niet meer. Nee, ik dacht het, nee. Maar 600 gaat jou ook te ver. Wel als het een zakelijk boek is. Maar dat is vooral omdat het dan heel vaak een studieboek wordt. En dat zijn meestal niet de meest gezellige, leuke boeken om te lezen. En dat wordt vaak droog en saai. Van die mensen die denken dat het ook allemaal heel wollig moet en zo. Oh ja. En die niet snappen dat je feiten ook op een hele prettige manier kunt brengen. Dat je gewoon mag schrijven zoals je praat en dat dat veel lekkerder leest. Liever wel. Ja, dus die 600 pagina's, Jos Burgers zegt zelfs, het moet heel dun zijn, je moet dunne boekjes schrijven. En Gerard Bolte van Haystack zegt Die zegt dat ook, die zegt 160 pagina's. Ja. Hebben wij een boek van 180, hè? Nee, probleem. 176. Oh, en ja, zit het voorwerk nog in en nog een paar pagina's. We komen toch op die 160. Echt wel. Misschien moeten we hem toch ook naar Gerard Bolte sturen dan. Ik denk dat we dat moeten doen. Even checken. Nou oké, dus de lengte van het boek maakt ook uit. Maar de inhoud is dan vervolgens ook wel heel belangrijk, dat mensen het lekker vinden om te lezen. En dat ze echt denken, oh, een goed boek. Zodat zij het weer gaan aanraden. Natuurlijk. Zodat je niet alleen maar afhankelijk bent van de vindbaarheid van het boek. Ja. Maar juist ook dat ze het zelf cadeau geven. Of erover praten, of erover schrijven op social media. Ja, dus eigenlijk is alles belangrijk. Ja. Maar gaat het er meer om dat je titel en zo'n cover moet in eerste instantie goed zijn voor de onbekende mensen. Het heeft ook eens een eigen functie, maar ik denk niet dat je kan zeggen dat het een is belangrijker dan het ander. Het volgt meer elkaar op. Het is een soort van... Het je begint niet zonder het ander. Nee. Nee, als je een slechte titel hebt, gaat er niemand het lezen. Nee. En dan kan het dus weer nooit aangeraden worden. Geweldig boek is. Ja, precies. En dan heb je goede inhoud, maar als je cover slecht is, dan is het gedoemd te mislukken. Maar andersom eigenlijk ook. Of zoals Burgers dan zegt, dan kan het zijn dat mensen het heel veel kopen in het begin. Omdat ze denken dat het een goed boek is. En dan valt die inhoud zo tegen. En dan valt het tegen. En dan dat het daarna niks. Overal verdwijnt. Ja. Product van het boek, jongens. Nog best een lastig dingetje. Best een lastig ding. Ja. Gelukkig leggen wij dat uit in het bestsellerboek. Dus ik zou zeggen, koop het via www.hetbestsellerboek.nl. Daar lees je meer over het boek en anders natuurlijk via je online boekhandel.